Goedendag allemaal. Fijn dat jullie er weer zijn. En dat jullie ook weer door willen gaan om deze Bijbelschool, neem ik aan, helemaal af te maken. We zijn nu inmiddels met les 6. Bezig, maar daar zijn we toe gekomen. We gaan nu met les 6 beginnen. En deze vierde serie, dat is dus de focus op de vier evangeliën. En dan zijn we in deze lessen aan het behandelen de kenmerken van Matteüs tot en met Johannes. Nou, de vorige les hebben we behandeld waarom vier evangeliën. Daar zie je nog een weerslag van. Nu, ja, is het wel zo, voordat we het allemaal misschien verkeerd begrijpen. Elke schrijver presenteert de Heere Jezus in al de vier manieren. Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes liggen dicht tegen elkaar. En dat noemt men ook wel die synopsis. En toch heeft ook elk Bijbelboek zijn eigen gelijkenissen en verhalen die bij anderen weer niet voorkomen. Maar soms ook wel die met elkaar dicht tegen elkaar komen. Maar dus met andere woorden, de evangeliën presenteren Christus natuurlijk in al die vier wegen. Ja? Maar de specifieke... het specifieke doel van elk van die Bijbelboeken, ja, dat is te overduidelijk om dat over het hoofd te zien. Hè. Dat hebben we vorige keer duidelijk gezien. De focus over de koning, de knecht en de mens en Johannes, God, dat is gewoon zo duidelijk dat je weet dat het waar is. Het is niet toevallig ook, helemaal niet. En daarom wil ik nu in een aantal lessen nu nog gaan bekijken op een paar specifieke kenmerken, illustraties, waarin dat blijkt dat je toch wel duidelijk het verschil ziet van de focus. Ik heb bijvoorbeeld in verband met de stamboom, dat gaan we nu doen. In verband met zijn geboorte, wie er wel en niet over schrijven en hoe, ook de bediening van Johannes de Doper. Dan zie je ook dat alle vier daar niet op exact dezelfde manier dat illustreren of opschrijven. De verzoeking in de woestijn is daar ook een voorbeeld van. De stijl van de schrijven, ook hoe de boeken afgesloten worden, is een duidelijk bewijs dat je ziet dat elke schrijver het vanuit zijn focus heeft opgeschreven en het doel. En ook de opdrachten. Dat is ook heel duidelijk, zijn die verschillen te zien. Nou, nu willen we dus met deze les over de stamboom gaan praten. Nou, als je er goed over nadenkt en je kent de evangelie een beetje, dan weet je dat in twee Bijbelboeken voorkomt. En dat is Matteüs en Lucas. Nou, als we denken aan Matteüs, als we nou naar Matteüs 1 gaan. Hè, daar begint hij dus met de stamboom. Hè, hoofdstuk 1, vers 1 van Matteüs. En dat is de geslachtslijn van Jozef. Want hij eindigt in vers 16. Jacob gebon Jozef, de man van Maria. En als je dan vanaf 16 naar boven gaat, dan stopt hij bij Christus, de zoon van David, vers 1. Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Dus hij gaat niet verder terug. Waarom is dat? Heb dan ook in je hoofd Matteüs. Waar gaat het bij Matteüs over? Om de koning. En dan wil je natuurlijk vanuit de geslachtslijn zien of hij inderdaad wel recht heeft op die troon. Ja? Want dat is erfelijk. Hè? Het gaat van vader of zoon, die geslachtslijn. Dat is dus duidelijk. Nou, dat begint dus hier met Abraham en David, uit die lijn moet je komen. Nou, de geslachtslijn hier in Matteüs laat heel duidelijk de bevestiging zien van de koninklijke rechten van de Heer Jezus Christus op de troon van David. Ja? Hij is de koning, dat hebben we gezien. En daarom zie je ook, David is de koning, dat weten we. Hij staat trouwens ook in vers 6... Jesse gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomo. Zie je? David was de koning. En uit hem zou iemand komen voortkomen die op zijn troon ging zitten. Nou, dat is de Heer Jezus. Maar goed, dan kom je dus in vers
in vers 16 uit. En dan zie je dus, Jacob gewon Jozef, de man van Maria. Dus het gaat om wie zijn de vader en wie zijn nou de moeder van de Heer Jezus. Daar zijn die geslachtsregisters voor opgeschreven. Nou, van een koning wil je zijn geslachtsregister wel weten. Ook dat hij uit Abraham natuurlijk stamt. Hè? Want David heeft met de troon te maken, de koning. Maar wat heb je aan een koning zonder land? Ik weet niet of je de geschiedenis kent. Er zijn van die landen ook met communisme. Ik weet even niet meer welk land het is. Maar moest de koning die moest vluchten. En dan zijn ze dat officieel, zijn ze nog wel eigenlijk die koning. Maar ze hebben geen land meer. Of eenmaal mogen ze dan terugkomen en dan kunnen ze die troon weer bestijgen. Nee, hier is het zo. De zoon van Abraham, aan hem is het land beloofd en een volk. En aan David is het koningschap. Uit die lijn moet je komen. Dus je moet uit Abraham en uit David komen. Nou, dan heb je het allebei. En de geslachtslijn van Jozef, wat dit is, dat laat zien dat hij, omdat hij niet zelf natuurlijk de vader is, want dat weten, dat is God de Vader door de Heilige Geest, maar wel dat hij wettelijk en officieel de vader is van de Heer Jezus. Het is natuurlijk de stiefvader van de Heer Jezus. Maar hij is wel wettelijk gezien, is hij officieel de vader. En daarom kan de Heer Jezus de zoon van David zijn en de zoon van Abraham. Het is ook belangrijk om te zien dat je kijkt in vers 16, dan zie je Jacob gewon Jozef. Nou, dat zie je dus in al die versen staan. Hè? Kijk in vers 2, Abraham gewon Isaac. Dat betekent verwekte. Ja, en dan ga je zo door en in vers 7, Salomon gewon Roboam. Dus uit Salomon is Roboam geboren. Dat wil zeggen verwekt, want de gewonnen, gewinnen, gewon betekent verwekken. Je ziet in al die versen zie je gewon staan. Opvallend is in vers 16, Jacob gewon Jozef. Dus dat is de vader van Jozef, de stiefvader van de Heer Jezus Christus. Ja. Dus Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Maar dan staat er niet, en toen verwekte Jozef Jezus. Zie je het verschil? Nee, er staat uit welke geboren is en niet gewon. Gewinnen, dat is leven voortbrengen. Dus gewon bracht leven voort of verwekte. Nee, geboren. Uit welke Jezus geboren is. En dat laat heel mooi en duidelijk zien dat de maagdelijke geboorte hiermee beschermd is en ook geproclameerd, ja, hiermee. Uit welke geboren is? Uit Maria, maar niet door Jozef verwekt. Prachtig om te zien, toch? Ja, zeker. En oké. Dus ja, en Matthäus heeft de geslachtslijn hier helemaal aan het begin gezet, omdat het belangrijk is. Zijn koninklijke rechten van de Heer Jezus op de troon hiermee te vestigen. Dus het doel van Matthäus is om te laten zien dat de verbonden die met Abraham en David gemaakt zijn, in Christus zijn gevestigd. Ja? Nou, en dan komen we bij Lucas aan. Nou, laat ik zo zeggen. Matthäus hebben we nu gehad. De koning. Ja? We hebben ook gezien, deze geslachtslijst die je hier ziet, zie je niet in Marcus, zie je niet in Lucas. Je ziet daar wel een geslachtslijn, maar we gaan zo meteen zien waarin dat verschilt. En we zien het ook niet bij Johannes. Nou, waarom zie je het nou niet bij Marcus? Zie je totaal Marcus 1 vers 1, je kan erheen gaan. Kijk maar, Marcus 1 vers 1, daar begint hij gewoon gelijk. Lees maar in het begin is even geest van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven, en dat spreekt hij over Johannes de Doper, gelijk met Johannes de Doper. Gelijk. Bij Matthäus duurt dat nog wel even voordat hij in beeld komt. Komt hij pas in Matthäus 3. Ja, daar gaan nog een aantal dingen aan vooraf. Bij Marcus niet. Zie je geen geslachtslijn, je ziet gelijk, ze gaan gelijk aan de slag, gelijk met zijn bediening toen hij 30 jaar was. Dat hele, er is geen geslachtslijn, verder niks. Nou, wat moet je bij een dienstknecht, want Marcus gaat over de dienstknecht, ja? Nou, wat verwacht je nou van een dienstknecht? Is het nou daar belangrijk dat je daar de hele geslachtslijn van weet?
ben je toch helemaal niet in geïnteresseerd. Waarom? Een dienstknecht, weet je, daar is van belangrijk dat je weet dat hij kan werken. Dat is het belangrijkste. En dat zie je ook. Heel veel versen in Marcus beginnen heel vaak met en. Volgende vers en. Constant en. Dat betekent het gaat maar door. En dat is wat je wil van een dienstknecht. Die moet gewoon goed kunnen werken. Voor de rest, zijn afkomst is niet belangrijk. En daarom ontbreekt het ook bij Marcus. Nou, dan komen we bij Lucas. Nou, wat zien we bij Lucas? Dan weten we, Lucas begint niet gelijk met een geslachtsregister. Nee, helemaal niet. Nee. Dan zie je eerst de aankondiging van de geboorte en dan bij Maria, al dat soort dingen. En dan kom je pas in hoofdstuk 3, als ik me niet vergis, vers 38. Kijk, hoofdstuk 3, vanaf vers 23 tot en met 38. Dan zie je pas die geslachtslijn. Dus dat is anders dan bij Matthäus, want daar begint hij er gelijk mee. Ja, daar begint hij er gelijk mee. En als je kijkt dus in Lucas, nou, dan zie je dat die stamboom, die gaat verder als bij Matthäus terug. Want als je kijkt in vers 23... dan zie je dus de Heer Jezus, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. En dan zoon van Mattat. En dan gaat ze door en zo door en zo door. Dit is de geslachtslijn van Maria. En even kijken. Als je dus via David, ja. En als je doorgaat, dan kom je helemaal in vers 38 uit bij de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. Ja? Dat zie je daar heel mooi staan. En als je denkt dat in vers 23... kijk, Jezus begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde, als we men meende, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. Heli is hier de vader van Maria. En daarom weten wij dat dit dus de geslachtslijn van Maria is. Nou, en dan zie je dus, dan ga je dus door. Nou, ik zei het net al in vers 38. En dan zie je dat het eindigt, Maria, dat gaat helemaal door naar boven, de zoon van Adam. Zie je, dat gaat wel helemaal terug naar Adam. En waarom is dat nou hier zo opgeschreven? Nou, Adam was de eerste mens hier op aarde. Ja, de eerste mens. En Oké, dus als we weten dat dit de geslachtslijn van Maria is, denk even aan Lucas. Lucas. Kijk, dat spreekt over Christus als mens. Hij spreekt als Christus als mens. En daarom zie je dus die geslachtslijn hier bij Maria helemaal terug naar Adam gaan, de eerste mens. Christus is dus de mens. Hij is een mens. En daarom moet je door naar Adam teruggaan. De eerste mens, ja. En kijk, als je kijkt in 1 vers 30. Hoofdstuk 1 vers 30. En daar zie je dus met Lucas, dat weten we, dat wordt veel met Kerstmis natuurlijk gebruikt. Dat gaat over de bevruchting van Maria. Niet door Jozef, maar door de Heilige Geest. Is God de Vader, ja? Maar Christus is God, maar hij is ook mens. Dus kijk in Lucas 1, vers 30. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon zijns vaders David geven. Hij zal hem de troon van zijns vaders David geven. En hij zal, zie je, hij stamt dus ook van, hij is dus die beloofde troonopvolger van David, wat in Samuel beschreven staat. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid, en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Zie je, hier spreekt hij ook wel dat hij koning is, ja. Maar de focus van Lucas, kijk,
Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde, zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. De naam, de Zoon van God. Ja, dat laat ook heel duidelijk dus zien dat hij heeft vlees aangenomen. Het woord is vlees geworden. Dus de Zoon van God wordt hij genoemd. En als je dan dat ziet, dan denk je, oké, dat is dus helemaal in het begin met Genesis 3 vers 15 is dat beloofd. Dat Adam en Eva hadden gezondigd en toen hadden ze rokken van vijgenbladeren gemaakt. God heeft dat toen weggenomen, heeft er rokken van vellen, van dieren van gemaakt. En toen heeft hij ook tegelijkertijd toen de verlosser beloofd. Uit het zaad van de vrouw. En hier zien we dat gebeuren. Maar niet met Jozef die haar bevrucht heeft. Maar God zelf, via de Heilige Geest, heeft haar bevrucht. En daarom het gaat helemaal terug naar Adam. En daarom mag hij zich ook de Zoon des Mensen noemen. Hij komt uit de lijn die helemaal doorgaat naar Adam, zeer zeker. En daarom de mens, Jezus Christus, zien we daarom ook bij Lucas. Want die praat, die portretteert hem ook als zodanig in zijn evangelie. Bij Marcus niet, want dat is een knecht. En kijk, een knecht, ook die os. En een os, die moet ploegen, die moet werken. Die moet op het land, die moet werken, werken, werken. En Matthäus, daar zie je dus vandaar helemaal terug naar David en Abraham in verband met zijn recht op de troon. Zie je weer dat dat dus helemaal duidelijk is en dat dat echt wel van elkaar verschilt. En daarom zijn er ook vier evangeliën geschreven. Ja. Dus daarom zegt Johannes in zijn evangelie ook. Het woord is vlees geworden, ja. En dan zie je dus, het woord is God, is vlees geworden. En dan zie je ook bij Johannes daarom, die zegt dat dus heel duidelijk. Dat zie je dus niet in Matthäus staan. Dat zie je, ja, er staat hier wel, het zal Gods Zoon genaamd worden. Maar Johannes 1, dat is het volgende evangelie. Hoe praat hij over de geboorte? Hier hebben we nog een evangelie. Waar niets over de geboorte verteld wordt. Nee, hij gaat helemaal terug in vers 1. En in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Johannes, wat is zijn focus in zijn evangelie? De arend. Hier, de spruit, de Heere, hoofdletter, is God. En hier met ziet u God. Johannes spreekt over God. Ja, Christus is God. En daarom zie je dat dus staan. En zie je dus ook geen geslachtsregister. Dat zie je helemaal niet staan hier. Zijn geboorte niet. Want God is niet geboren. Ja? Hij benadrukt hier. Christus is God. Daar begint hij ook gelijk. Dat in het begin was God. En hij is ook de schepper. Ja? En in het begin was het woord, voordat de schepping er was. Dus, en dan zie je ook in vers 14, het woord is vlees geworden. Geworden. Niemand in de wereld kan zeggen bij zijn geboorte dat hij vlees geworden is, want hij bestond helemaal niet. Maar het woord in vers 1 bestond al en dat is vlees geworden. En ja, dan zie je heel duidelijk dus. Kijk, ik ga ook even mee naar Johannes 8 vers 58. Johannes 8 vers 58. Kijk, dan zegt hij dat is, tegen de Joden, want die zeggen tegen hem in vers 57, nou, jij hebt nog geen 50 jaar, ik ben nog niet eens 50 jaar oud. En het, hij, want de Heer Jezus had gezegd, ik heb Abraham gezien. En dan zeggen ze, hoe kan dat nou? Jezus zei tot hen, voorwaar, zeg ik, voorwaar, amen, amen, zeg ik u. Eer Abraham was, en dan komen die woorden, ben ik. De ik ben. Dus met andere woorden, Christus zegt hier, voordat Abraham er kwam, was ik er al. En hij stelt zich gelijk met
Heere, hoofdletters. Jehovah. De ik ben. Dus ja, wie kan dat zeggen? Ik bedoel, ik kan wel zeggen, voordat Abraham er was, was ik er dan. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat kan niemand zeggen. Behalve als je eeuwig bent. Ja? En dat is wat de Heer Jezus zegt. Ja? Hij is er van de eeuwigheid. Is hij er al? Hè? Zie je, hier Abraham was, ben ik. En ze wisten heel goed wat hij zei, want zij namen dan stenen op dat zij hem op hem wierpen. En waarom deden ze dat? Dat zegt hij ergens anders ook in een tekst, zegt ze in de tekst, omdat hij zichzelf God gelijk maakte. En hij was het ook. Dus daarom zie je ook in Johannes, zie je geen stamboom. Want hij is namelijk eeuwig. Hij is God. Nou, daar zien we dat dus heel mooi staan in verband met zijn geboorte. Dus in de volgende les, les 7, gaan we het hebben over zijn geboorte. Dus tot de volgende les.